Welkom allemaal, dit is de Steenbok Reading. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Allereerst bedankt voor de vele likes, vele delen van de filmpjes, de vele aanvragen voor coaching, begeleiding, reiki, healingen en natuurlijk privé-reading aanvragen. Dank je wel daarvoor en natuurlijk jullie massale steun op dit kanaal. Maar ook op alle andere kanalen, op mijn Engelstalige kanaal, dat is mijn tweede kanaal. En maar ook op mijn boogschutter en op mijn tweelingenkanaal. Volgens mij zeg ik 2 keer tweelingen. Mijn boogschutterkanaal, tweelingkanaal, Engelstalig kanaal en dit kanaal. Dankjewel daarvoor. Als jij nog niet geabonneerd bent of als jij nog geen tijd hebt gekeken om daar te kijken, ga zeker kijken. Hieronder staan de linkjes voor nog meer gratis readingen. Voor vandaag de Kipperdeck en de Mystic Moments Tarot. Voor onze lieve steenbokken. Jullie zijn de laatste in de reeks. Ik was jullie al bijna vergeten. Ik krijg door dat... Op het moment dat jij deze persoon helemaal uit je energie hebt gebannen, dus praktisch deze persoon vergeten bent, komt die persoon weer opdraven. Dat is wat ik heel duidelijk doorkrijg. We gaan het zien. Wat maar wel weten voor de steenbok, voor nu tot het einde van de maand. Desperaat. Iemand ziet het niet meer zo zitten, is desperaat omdat ze jou nergens zien, jou nergens meer aantreffen. Het kan zijn misschien dat je heel vaak uitging of wat dan ook en die persoon ziet je daar niet meer. Het kan ook zijn dat je je baan verloren bent. Maar dat idee heb ik niet. Ik heb het gevoel dat iemand graag de verandering met jou wil. Niet zo snel. Ik krijg zoveel verhaallijnen door. Dat is af en toe zo moeilijk om dat in goede banen te leiden. Alsof er een ontzettende grote informatiestroom op een groot verkeerspunt komt. En daar heb je geen stoplichten. Ja, wie laat je als eerste door? Nog een keer. Iemand is desperaat omdat ze jou niet meer zien. Je was een loyaal persoon. Ze missen je. Ze hebben het gevoel dat ze wat goed willen maken. Ze willen met je spreken. En ze krijgen maar niet de gelegenheid omdat je nergens te bekennen bent. Je hebt je volledig teruggetrokken. Het kan zijn iemand die ver van je af woont. Ik heb ook het idee dat deze afstand dat wat te maken heeft met jouw energie. Je hebt je energie volledig teruggetrokken uit deze connectie. Er is een lange break tussen jullie. Voor sommigen heeft deze persoon je geghost. En voor anderen, wat ik net zei, van je bent praktisch deze persoon vergeten. En dan komt die persoon weer terug in je leven of die persoon probeert terug in je leven te komen. Ze zien jou als volwassen vrouwelijke energie. Dus het kan zijn dat deze persoon spelletjes met je heeft gespeeld. En gedacht heeft van nou, daar ga je wel op in. Maar zo naïef was jij niet. Wat mogen wij weten, spirits en guides, voor onze lieve steenbokken over dit pair? Het kan zijn dat je met een vis te maken hebt of dat je intuïtief hebt aangevoeld van dat het de juiste beslissing was om deze persoon achter je te laten. Het kan zijn dat deze persoon veel te verbergen had, jou niet het gehele plaatje liet zien. En dus heb je zoiets van, nou oké, dan niet, dan ga ik wel alleen zonder jou verder. En heb jij je energie teruggetrokken en ben je gefocust op jezelf. De maan is natuurlijk de kreeft of de vis. Wat mogen we weten over die afstand tussen jullie? De sterkaart, oftewel de watermankaart, kan goed zijn dat je geheeld bent, wat ik net ook al zei in het begin van deze persoon, dat je verder bent gegaan met je leven. Je hebt gekozen voor geluk, voor dat wat jou gelukkig maakt, dat wat jou toekomst biedt, dat voor jou potentie heeft. En dat was zeker niet deze persoon. Deze persoon heeft jou pijn en verdriet gegeven, maar je bent daarvan geheeld, wat ik zeg. Met de Mature Woman, dat is jouw energie van de kijker. Jij hebt een heel ander leven gemanifesteerd. Eentje die veel meer vooruitgang biedt. Iets waar ook je passie naar uitgaat. En dat is zeker niet deze oude persoon uit het verleden. Met de 6 van staven heb ik het gevoel dat jij je eigen boontjes wel dopt. En dat je die ander niet nodig hebt. Wat mogen wij weten over deze persoon? Komt die toevallig terug weer in het leven of niet? Voelt liefde voor je? Is misschien nu pas tot het besef gekomen hoe belangrijk jij bent. Dat jij een volwassen persoon bent. Dat je geen spelletje speelt, net als zij. De keizerinnenkaart, heel liefdevol. Ondanks pijn en verdriet wat ze jou hebben aangericht. En met de 5 van staven heb ik het gevoel dat jij nu gezonde grenzen en zelfrespect hebt. Je bent terug in balans, je houdt van jezelf, je bent in evenwicht. Dat laat ook zien dat je deze persoon absoluut niet nodig hebt. Aan jezelf gewerkt kan ook zijn dat je je focust op je werk, zodat je daar ook vooruitgang kan krijgen. En ik denk dat er gemis is bij deze persoon. Even zo. Deze persoon wil graag een transformatie, een verandering in deze connectie. Na pijn en verdriet met de 9 van zwaarden willen ze nu een relatie, een 4 van staven. Maar wil jij dat nog wel? Wat vindt de kijker? Je hebt heel veel tijd gestoken in de connectie. En kan voor sommigen zijn je twin flame, maar je trekt je terug. Je ziet geen verandering. Kan zijn dat daardoor de ander te veel in het hoofd raakt. Dus het gaat overdenken. Maar je voelt je niet gelukkig. Je krijgt niet wat je erin investeert. Is dit definitief het einde? De 7 van bekers. De 7 van zwaarden. En de keizerkaart. Ja, ik heb het gevoel dat jij de liefde voor jezelf houdt. Dat jij gezonde grenzen stelt. En dat je voorlopig je focus hebt op je werk. Of op je eigen zaak. In plaats van te investeren in mensen die het niet waard zijn. Dus heel goed. Lieve Steenbok, ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert mag je liken, delen en je mag natuurlijk altijd abonneren voor de mensen die nog interesse hebben in de sterrenbeelden. We hebben de vis, we hebben de ram. We hebben de keizerin-kaart, dus dat is de weegschaal. De waterman, de schorpioen en de kreeft en of vis. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.